Joehoe! Nou, ik had al aangegeven dat er breaking news zou zijn. Nou, ik denk wel dat ik dat heb. Want het is namelijk dat deze pop-up gaat sluiten. En wel per de laatste van juli. Dus 26 en 27 juli is er braderie, oftewel de Schommelmarkt in Roermond. En dat zijn ook tevens mijn laatste dagen op deze locatie. Nou, een aantal jaar geleden heb ik besloten om mijn formule om te gooien naar een pop-up. Dat betekent dat we er af en toe zijn en af en toe niet. Dat houdt ook in dat de online altijd bestaat. Dus Jantje Korte is er en Jantje Korte blijft er. Ben je benieuwd naar, of is misschien je vraag, wanneer, wat, hoe, waar ben je dan en welke locatie en hoe lang moet ik aftellen? Daar weet ik eerlijk gezegd nog helemaal het antwoord niet op. Dat is het risico van deze manier van ondernemen. Een van de afspraken is, nou, als er een andere is voor het pand, dan moet je het schip verlaten. En er zijn nog een aantal afspraken. Nou, dat moment is aangekomen. Ik zou in eerste instantie 3 maanden tot een half jaar blijven. Dit feestje hier heeft geduurd meer dan 2 jaar. Superleuk, superfijn. En daar kan ik alleen maar jou voor bedanken dat jij je bezoekjes hier in de winkel hebt gebracht of online. En hoe gaat het er verder uitzien? Wij gaan vanaf nu starten met de laatste maand sale. We zijn natuurlijk de afgelopen tijd al een beetje begonnen met de sale, want dat is ook de tijd van het jaar. Dat we eigenlijk al grotendeels ook wel uitgeleverd zijn en uitverkocht met de zomercollectie. Dus wat er hangt. Ja, dat is best nog wel wat veel, maar het magazijn is leeg en dat is voor mij heel wat. En dus daar komt niet heel veel meer bij, eigenlijk niks meer. Dus we gaan lekker opruimen en dat is voordeel voor jou. Want ja, om op dit moment al de wintercollectie in te gaan hangen, daar worden wij allebei niet blij van. Dus in het kort, de pop-up in Roermond in deze locatie gaat sluiten. Blijf mij volgen voor de nieuwe ontwikkelingen, veranderingen en het nieuwe modehoofdstuk. K-Design zal volgens mij eind augustus gaan beginnen met de wintercollectie. Nou, die ga je online vinden. En ja, op social media kun je ontdekken wat ik allemaal doe en waar ik ben. En ik zal zeker van me laten horen. Uiteraard deze laatste maand heel veel met laatste stuk sales. Superleuk als je me even komt bezoeken in de winkel. Want dat levert je wel wat voordeel op. Het gaat, ja, ik ga niks meenemen, dat ben je van me gewend. Ik ben niet het type wat spulletjes op gaat slaan in de dozen en je dat dan een half jaar of een jaar later nog een keer gaat verkopen. Nee, het gaat gewoon echt weg. Dus zowel de feestjurken als de broeken, als de luchtige zomerdingetjes, als topsbroeken, alles gaat weg. Eigenlijk een perfecte timing zo in de uitverkoop van de zomer. Het had bijna niet beter kunnen zijn. Dus ik nodig je graag uit. Op alle vragen van waar, wat, hoe, heb ik je net verteld. Ik weet het niet. Ga ik allemaal voor je uitzoeken. En zodra ik daar meer over weet, hoor jij van mij. Dus, geen afscheid, maar een tot ziens. Joehoe!